Ik heb een beetje een wisselvallig jaar gehad, maar eigenlijk ja, de zomer gewoon weer goed om kunnen draaien. En de laatste maand eigenlijk weer op het goede pad en goede resultaten behaald. Ja, kan je even uitleggen wat er allemaal is gebeurd in die zomer? Welke wedstrijden bijvoorbeeld eruit sprongen? Ja, toch wel de laatste weken US Open dan mijn debuut mogen maken. Eerste ronde gewonnen, toernooi daarvoor gewonnen in België. Een van mijn favoriete challenger toernooien, de wat kleinere toernooien ook gewonnen. Dus ik had een aardige streak neergezet. En dat is natuurlijk een lekker gevoel. Als je daarvoor een wat mindere periode weer zo erbovenop kunt komen, is dat prettig. En zeker gelijk de US Open gedebuteerd en ook gelijk de tweede ronde gehaald. Ja, dat was voor mij wel heel gaaf. Ik heb het hele toernooi eigenlijk heel goed gespeeld. En dan is het mooi dat je daar nog bent als het echte toernooi eigenlijk begint. En het voelt toch nooit lekker als je al thuis bent terwijl de kwalificaties net pas afgelopen zijn. En dit was heel gaaf om het op deze manier zo mee te maken en gewoon heel goed te spelen. Wat is eigenlijk je eigen ambitie nu nog? Ja, top 100 blijft gewoon mijn ambitie en concurrentie is gewoon heel groot. Ik ben blij dat ik nu weer wat dichterbij kom met die punten erbij van US Open. Ga ik toch weer rond 135 komen. En na Wimbledon was ik natuurlijk wat weggezakt, dus toen was die weg wel heel lang. En nu voelde het toch wel alsof ik wat dichterbij ben. En ik denk dat ik gewoon mezelf moet blijven verbeteren en dan zal die top 100 hopelijk vanzelf komen. Het woordje hopelijk, daar houden ze niet van, hè? Nee, dat klopt. Maar ja, je kan beter wat voorzichtiger daarin zijn. Want het is nooit een garantie dat je het gaat halen. Er zijn genoeg dingen die op je pad kunnen gebeuren. En ik ga er gewoon voor de volle 100% voor. En dan geloof ik wel dat het mogelijk is.